Nou, ik geloof wel dat wij er allemaal klaar voor zijn en dat de zaal weer terug is. U bent terug thuis in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Reinbert de Leeuw gaat nu spelen. Jaap van Zweden heeft hem gevraagd dat te doen. En Reinbert de Leeuw doet dat heel graag. Het is een klein beetje grappig. In dat portretje van Jaap van Zweden waar we mee begonnen, vertelde hij dat hij als concertmeester bij het Concertgebouworkest zoveel geleerd heeft van bijzondere mensen binnen het orkest, maar ook van bijzondere mensen voor het orkest. Reinbert de Leeuw is daar één van. Hij heeft Jaap als violist gedirigeerd. En ik vond dan weer leuk dat Reinbert de Leeuw vertelde dat afgelopen mei, Vrijdag van Vredenburg, War Requiem van Benjamin Britten, dat Reinbert zich zo gevleid voelde dat Jaap hem vroeg om mee te dirigeren. Reinbert de Leeuw heeft grenzeloos respect voor Jaap van Zweden. Dat had hij al voor Jaap van Zweden, de violist, maar dat heeft hij ook zeker voor Jaap van Zweden, de dirigent. Hij vindt dat hij zo open staat voor alles en zo met hart en ziel muziek maakt. Nou, groot respect van Reinbert voor Jaap van Zweden. Reinbert de Leeuw gaat spelen La Notte van Franz Liszt. En ik vroeg hem, waarom heb je daarvoor gekozen? En hij zei, ja, de achtergrond van de muziek is een treurige, maar het stuk is mij zo dierbaar en ik vind het zo mooi. La Notte van Franz Liszt, pianist Reinbert de Leeuw.
Rijmer de Leeuw. Fijn, hè, om hem weer eens te horen als pianist. Hij dirigeert natuurlijk, pedagoog, dat kan hij allemaal niet. La Notte van Frans Liszt.